Hallo, welkom bij Pateo Televisie. Mijn naam is Johan Oldenkamp en ik ben de presentator van Pateo TV. Het is nu maandagochtend 11 juli 2016 en we gaan het in deze aflevering hebben over de zaak Demmink. In 2003 zei de verantwoordelijke minister in deze zaak, dus degene die de baas was van deze allerhoogste ambtenaar bij justitie, dat er geen sprake was van rook, laat staan vuur. In deze aflevering zal ik aantonen dat er toen al zeker 2 decennia lang, dus al meer dan 20 jaar lang, brand was bij justitie. Ik zet mijn camera even uit, want dit is nu niet meer van belang voor deze uitzending. Waar het over gaat is onder andere dit verhaal. Cornelis Stolk was rechter in Den Haag en hij had een affaire met deze jongeman, Koos Hertogs. En wanneer dat precies begon is niet duidelijk, maar mijn conclusie is dat het al begon voordat Koos 18 jaar was. Want later zagen we ook dat deze Stolk bereid was om de rijlessen te betalen van Koos. En wat ook gebeurde is dat deze Cornelis Stolk als voorzitter van een meervoudige kamer Koos Hertogs heeft vrijgesproken, want hij was daarvoor opgepakt voor het schieten op een woonhuis. Dat was waarschijnlijk een soort overval geweest. En dat was in het jaar 1976. En hij zorgde dus voor dat zijn voormalig vriendje, of misschien nog steeds vriendje, in die tijd werd vrijgesproken. Ze hadden seks bij Stolk thuis, bij Hertogs thuis en zelfs op het, in het gebouw van de rechtbank. Allemaal gedocumenteerd, zijn zelfs kamervragen over gesteld. Dus hier is de brand al begonnen. Bij justitie. En misschien was hij al eerder aan de gang. Vervolgens is deze Koos Hertogs veroordeeld voor de moord en de verkrachting, seksueel misbruik, marteling van deze 3 ja, meisjes. Emmy was toen al 18, maar die andere 2 waren echt meisjes inderdaad. Ik durf te stellen dat hij er helemaal niks mee te maken had. Ja, waarschijnlijk was hij een soort Marc Dutroux van de Nederlanden en is hij geofferd. En hij is ten onrechte, naar mijn idee, veroordeeld. En hij is ook overleden in de gevangenis in 2015. Ja, dat was een hele ernstige zaak. Maar ik denk dat we hier te maken hebben met een heel groot pedo-netwerk. Wat hierachter zat. En dat ze hem naar voren hebben geschoven om hun eigen verdenkingen af te kunnen sluiten. Te zorgen dat ze niet in beeld kwamen. Hij was een homoseksuele pedofiel. En om dat aan te duiden in deze aflevering heb ik dit symbool. Ja, homoseksuele pedofiel. Pedofiele homoseksueel mag ik ook zeggen. Ja, dat werd de publieke opinie werd in de Nederlanden werd beïnvloed door dit boek. Ja, want het zou een seriemoordenaar zijn. Nou, dit is volgens mij allemaal perceptiemanagement. Ja, damage control. Om vooral niet te wijzen op het pedonetwerk wat er al heel lang is. En in Den Haag was er nog een rechter. Een pedofiele Haagse kinderrechter. Meester Pedo Theo zou je kunnen noemen. Dus het brandje wat er niet zou zijn, ja, dat was al in 1980 aan de gang. Want we hebben het hier over de periode 1982 ongeveer en daarvoor. Ja, 1978 tot 1982. Allemaal verhalen over pedofiele Haagse rechters, in dit geval een kinderrechter. En daarna was het verhaal van deze jongen die verdween. Een Duitse jongen werd in Berlijn vermist. En ja, hij kwam terecht in een jongensbordeel in Rotterdam. En zijn naam was, degene die dat runde was, Lothar Klandorf. En de jongen die verdween was Manuel Schadbout. En volgens de berichten die ik gelezen heb, was de vader van die Manuel, een Reiner Wolf, ook al betrokken bij kinderporno. Hoe dan ook, hij verdween op 24 juli 1993. Hij kwam in Rotterdam terecht. Daar is hij ook gesignaleerd, zelfs samen met deze man. Maar de politie heeft helemaal niks gedaan, vreemd genoeg. Er zijn wel opnames gemaakt en geluidsopnames. Telefoongesprekken volgens mij, en daarin is een Joris te horen. Nou, de kamp van anti-Joris Demmink, die roept onmiddellijk dat het om Joris Demmink zou gaan. Maar
Mijn onderzoek heeft aangewezen dat het helemaal niet die Joris was, dat is een andere Joris. En die was werkzaam bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Joris en Franken was zijn naam. Dus niet iedere Joris is Demmink. Hoe dan ook, hij werd vermoord. En volgens sommigen werd zijn lichaam na een sekstripje op het IJsselmeer overboord gekwakt. In een zak verstopt met verzwaard met stenen. Ja, voor zover ik weet is zijn lichaam, zijn lijk, nog nooit boven water gekomen. En we weten dat er inderdaad zeiltripjes werden georganiseerd. Dat gebeurde aan boord van de Apollo. En die boot was eigendom van iemand die werkzaam was bij de KPMG. Zelfs Fennel was daar. Leo van Gasselt, een registeraccountant. Hij leeft niet meer, in 1997 is hij overleden, maar in die tijd daarvoor was hij ook aan boord van deze van de zeiljacht en zijn daar allemaal verschrikkelijke dingen met jongetjes uitgeschoten. Want ook hij was een homoseksuele pedofiel. En het netwerk waar we hiermee te maken hebben werd het Temse netwerk genoemd. Ja, dat was een internationaal netwerk waarin jongetjes uit verschillende landen allemaal naar Nederland werden overgebracht, meestal Amsterdam. En de spil in dat verhaal was deze meneer, Gerts of Gerry Ulrich. En hij was zogenaamd zeilinstructeur. Ja, maar die instructie die hij daar gaf, dat had volgens mij heel weinig met zeilen te maken. Hij woonde, het was een Duitser, maar hij woonde in Zandvoort sinds 1987. En daar had hij een computerwinkel, heette Cube Hardware. En daar vandaan verspreidde hij kinderporno via een bulletin board system. En zijn pagina daar, of zijn gedeelte daar, heette Apollo, toepasselijk. Het verhaal kwam in de openbaarheid omdat hij is vermoord door Robbie van der Planken. En Robbie was zijn schandknaap en hij was ook een pornoacteur. Ze maakte ook pornofilms aan boord daar. En waarschijnlijk ook snuffilms. Maar hij werd hier vermoord in Volterra, iets ten zuiden van Pisa. Ja, allemaal bekend. Dat gebeurde in juni 1998. Waarschijnlijk, het verhaal wat ik gelezen heb, is dat zijn twee jongere broertjes, een tweeling, ook in beeld kwamen bij die Ulrich. En hij wilde niet dat zijn jongere broertjes hetzelfde pad opgingen als hij. En daar heeft hij toen een stokje voor gestoken, of eigenlijk een kogel. Ja, maar dit laat zien dat er niet zomaar iets aan de gang is. Er is een heel groot pedofiele netwerk aan de gang, internationaal. En het verhaal van Mark Dutroux is dus niet iets wat op zichzelf staat. Het is hier natuurlijk mee verbonden. Ja, zij behoorden allemaal tot het Temse netwerk. En ook de most wanted pedofiel van de United Kingdom, Warwick Spinks, die behoorde daartoe. Ja, is op een gegeven moment opgepakt. Maar hij stond bekend als de rattenvanger van de pedofielen. Dus dit is een buitengewoon groot netwerk en Nederland speelde daar een hele kwalijke rol in, namelijk een centrale rol. Ja, het gaat om verkrachten van jongetjes en zelfs vermoorden van jongetjes voor de camera. En misschien ook wel meisjes, maar in ieder geval jongetjes. En in de Nederlanden hadden we al veel eerder dat ronde huis. Ik heb er al eerder over verteld in voorgaande afleveringen van Pateo TV. En het ronde huis, dat was in de jaren 50, 60, deed dat dienst als een kinderbordeel. Voor zover ik weet voornamelijk meisjes, maar misschien ook jongetjes waren. Hoe dan ook, daar gebeuren ook de meest verschrikkelijke dingen, inclusief moord. En de namen van de bezoekers was eerst Heinrich, zogenaamd prins Hendrik. Ja, dat kennen we natuurlijk allemaal wel als de man van Wilhelmina. En daarna, veel later, was ook de man van Beatrix daar gezien. En Bernard, ja, misschien ook, de man van Juliana, daar heb ik geen bericht over gevonden. Maar in ieder geval, de namen van deze twee mannen, Hendrik en Klaus, die zijn genoemd in relatie met het bezoek aan dit gebouw. En als je dat bezoekt, dan is ook duidelijk wat je daar doet. En die Klaus was bevriend met Frits Salomonsen. Hier zie je ze samen lopen in de Vierdaagse van Nijmegen.
En die meneer die steeds bij hem was, die andere was Johan Cornelis van Münster van Heuven. Van hem weet ik niet zoveel. Behalve dat hij bij de mariniers heeft gewerkt en dat hij directeur was van de Rotterdamse Metaalmaatschappij. En later werd hij voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Maar of hij een homoseksuele pedofiel was, dat durf ik niet te zeggen. Maar voor die andere twee durf ik dat wel. Dat is namelijk algemeen bekend. En ja, misschien heeft Salomon zijn Klaus onder zijn hoede genomen om hem te voorzien in zijn behoeftes. Dat lijkt mij zeer waarschijnlijk. En die Salomonsen was niet zomaar de eerste, de beste. Hij zat in de voogdijraad van Willem-Alexander. Die hierin zit naast Beatrix. Dus hij was op allerhoogste niveau. Hij was ook officieel een adviseur van Beatrix. Dus een homoseksuele pedofiel die, ja, die dicht bij Alexander stond. Is dat niet vreemd? Hij werd Ome Frits genoemd. Ook door Johan Friso en de Constantijn. Dus hij was een soort oom van deze familie. En hij was een homoseksuele pedofiel. Ik vind het er raar van. Hoe dan ook. Die Salomonsen had een kelder. Aan de Keizersgracht 497 in Amsterdam. Ja, ging je door deze deur naar binnen. Trap je af en dan kwam hij in een soort martelkelder terecht. En daar zijn de meest verschrikkelijke dingen uitgesproken met jonge jongetjes. En waarschijnlijk ook snufffilms gemaakt. En mijn conclusie is dat ook Klaus daar regelmatig op bezoek is geweest. En ja, de rest kun je natuurlijk zelf invullen. Maar dit is de praktijk die echt aan de gang is al heel erg lang. En we hebben het over eind jaren 60, jaren 70. En waarschijnlijk doorgaat tot jaren 80. En die Frits Salomonsen heeft op zijn beurt weer Oscar Hammerstein opgeleid. Ja, waarschijnlijk ook in deze praktijken. Ja, ze hadden een relatie samen en ze waren hier te gast in het programma Herexamen. Volgens mij was het een aflevering die in 2001 is uitgezonden, de allereerste aflevering van. Maar dat heb ik niet kunnen achterhalen. En deze Benedicte Fiek die zit daartussenin, maar ze voelde zich buitengewoon ongemakkelijk en ze wilde later ook niet meer aan dat soort dingen meedoen. Tegenwoordig ziet Hammerstein er iets anders uit, met een baard. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat het nog steeds dezelfde Oscar Hammerstein is. En over die hele advocatuur en homo's zien. En ik kan een heel groot verhaal over ophangen nu en andere namen noemen, maar ik laat het er even bij. Ja, want ik focus me op de praktijk van Frits Salomonsen. En dan hebben we het over het verkrachten en misschien ook wel het vermoorden van jonge jongetjes. Blijkbaar heeft die Hammerstein goed werk verricht, want hij kreeg in 2015 daar een lintje voor. Hier zie je hem staan, samen naast zijn toenmalige vriend Salomonsen. Ja, wat dat goede werk is geweest, dat heb ik niet kunnen achterhalen. Dat wordt volkomen niet bekend gemaakt. Dus er is iets aan de hand hier, dat lijkt me duidelijk. Blijkbaar heeft hij de beerput goed dicht kunnen houden en is hij ervoor beloond. Dat is mijn conclusie. En iemand die ja, ook met die beerput te maken heeft, is natuurlijk deze meneer, Joris Demmink. En mijn conclusie is dat hij in het bezit is van een video waarin Klaus te zien is met praktijken die hier in die kelder van Salomonsen hebben afgespeeld. Dat is namelijk de enige logische conclusie. Hij is in staat om het zogenaamde Koninklijk Huis te chanteren en dat doet hij al heel erg lang. Ja, of... Een andere optie is dat als hij geëxposed wordt, dat er dan nog veel meer geëxposed wordt. En dan komen we tot in de kringen van dat zogenaamde huis. Dat is de enige conclusie, want anders kan je niet voorstellen dat die deksel al die tijd op die beerput is gebleven en sterker nog en nog altijd op zit. En hij maakte ook een flitsende carrière. Hij was eerst werkzaam bij Defensie. Maar toen hij blijkbaar achterkwam dat er heel veel homoseksuele pedofielen werkzaam waren bij justitie, met name in Den Haag, zijn woonplaats, is hij in 1982 overgestapt naar justitie. En daar heeft hij vervolgens zijn flitsende carrière voortgezet. Dat is het verhaal van Joris Demmink. Hoewel al lang bekend was dat hij ontucht pleegde met jongetjes, ja, daar werd hij niet alleen van verdacht, maar er zijn tal van aangifte van gedaan, kon hij toch alsnog bevorderd worden tot de allerhoogste positie
bij het ministerie van Justitie, namelijk de positie van SG, secretaris-generaal. Buitengewoon merkwaardig. En wat ook merkwaardig was, dat hij een vriend had. Openlijk kwam hij ervoor uit dat dit zijn vriend was. Libor, nou, ik zal zijn achternaam niet proberen uit te spreken. Sigritlik of zoiets. Hij was een homo-acteur. Ja, hij speelde in een homo-pornofilm, bedoel ik. En hij was van 1993 tot 2000 de vaste vriend van Demik. Hij woonde in Tsjechië. Ja, ik kon geen betere foto van hem vinden. Maar Demik kwam rustig met hem opdraven. Hij was blijkbaar heel trots op of zo. Ik weet niet wat er aan de hand was. En hier zie je volgens mij een fragment uit zo'n pornofilm. Of hij met jonge jongetjes deed, dat weet ik niet. Althans niet in deze film, maar uiteraard is dat ook het geval. En in 1997 waren er meerdere mensen verdacht, niet alleen Demik. Ja, hij was toen directeur-generaal internationale aangelegenheden en vreemdelingenzaken bij Justitie. Ja, dat is de hoogste baas over, als het gaat over vreemdelingen die hier naartoe komen. En internationale aangelegenheden, wat dan ook mag zijn. Hoe dan ook, hij was niet alleen verdacht, maar drie hoofdofficieren van Justitie ook. Jan Wolter Verbeke in Breda, Henk Wolderik in Haarlem en Hans Holthuis toen in Zwolle. Ja, en deze mannen hebben allemaal daarna een flitsende carrière kunnen maken. Hoe kan dit? Ze werden verdacht van seks met minderjarigen, onducht met jongetjes, voor alle duidelijkheid. En daarna is er hen niks in de weg gelegd om een carrière voor te zetten. Buitengewoon merkwaardig. Want dat kwam namelijk aan bod in het Rolodex-onderzoek. Dat onderzoek dat is gebaseerd op de Rolodex van deze meneer, Ger van der Roon. Hij was hoogleraar moderne geschiedenis aan de VU, de Vrije Universiteit in Amsterdam. En in zijn Rolodex stonden al deze namen en nog veel meer. Van allemaal zogenaamde hoogwaardigheidsbekleders. De Rolodex is opgestart op initiatief van Hans Wracking. Hij was toen hoofdofficier van Justitie. En hij kwam dus de namen tegen van drie van zijn collega's. Plus de naam van Demming. Verantwoordelijk was toen René Vliek, procureur-generaal bij Justitie. En ze hebben al heel snel besloten om dat hele onderzoek maar te stoppen. En ik vermoed dat dat van hoger hand is geweest. En dat is niet van Demming, ook niet van de minister. Ja, misschien wel via de minister, maar ik denk dat het nog hoger is geweest. Dat is mijn enige conclusie. Want het was volkomen duidelijk dat deze meneer van Roon allerlei jongetjes over de vloer had. En hij was de broker, de makelaar. Er werd aan hem geleverd door dat geheime netwerk van allerlei jongetjes. Jongetjes werden opgepakt of meegenomen vanuit bijvoorbeeld het Centraal Station in Amsterdam. Als ze daar een beetje verloren aankwamen, dan werden ze benaderd. Of ze misschien een plekje zat van te slapen. Werden ze verdoofd met drugs of met alcohol. Werden er zeer comprimerende foto's van hen gemaakt om ze daarna te kunnen chanteren. En ze eigenlijk de dingen te dwingen mee te doen met dit prostitutienetwerk. En het was al heel lang aan de gang. En al die jongetjes werden via hem aangeboden aan al die mannen die in deze Rolodex stonden. Kortom, we hadden de hele beerput toen kunnen opentrekken als dit Rolodex-onderzoek was voortgezet. Maar na een korte tijd, een paar maanden, werd het al helemaal gestopt. Onder andere toen Demik in beeld kwam, of ontucht pleegde. En het was niet alleen ontucht, er werden ook snuffilms gemaakt. En dat gebeurde meestal hier in het Centerpark De Eemhof. Ja, iets ten zuiden van Zeewolde, of ten noorden van Amersfoort, als je hier kijkt. Maar hier in het zuiden van Flevoland, daar werden appartementjes gehuurd. Er werd een camera opgesteld, er werden jongetjes naartoe gebracht. En er werden de meest verschrikkelijke dingen met hen afgesproken. Ja, ik zou wel eens de schoonmaaksters willen horen die dit daarna hebben moeten schoonmaken. Nou, als ze iemand mensen kent die in die tijd hebben schoongemaakt en dit durven op te biechten, meld je maar bij mij. Demik vond het blijkbaar te gevaarlijk om het in Nederland te doen. Dus hij maakte gebruik van zijn positie om veel te kunnen reizen en ging in die tijd veel naar Turkije. Veel, in ieder geval drie keer.
Hij heeft het later ontkend, maar deze politieman, Meket Kortmatsch, heeft dit bevestigd. Hij zei dat hij 3 keer Demmink heeft begeleid en 2 keer onder een andere naam om zogenaamd veiligheidsredenen. Neem aan dat je wil weten waar het hier over echt over gaat. En zijn taak was, op bevel van zijn baas, om straatjongens te regelen. Heeft hij allemaal bekend op camera dat het gebeurd is. Ja, dus jongetjes die op straat leefden, die weggelopen waren van huis bijvoorbeeld. En die dus heel makkelijk een prooi werden voor deze ontuchtplegende Demmink. Hij is omgekomen in 2015, nadat hij dit allemaal op camera heeft vastgelegd. Ik vind het merkwaardig in een verdacht auto-ongeluk. Ja, maar er is een documentaire over gemaakt. Heet Dutch Injustice. Ja? Onrechtvaardigheid in de Nederlanden. When child traffickers rule a nation. Ja, wanneer kinderhandelaars, maar niet alleen handelen in kinderen, maar ook kinderverkrachters en zelfs kindermoordenaars, de baas zijn van een land. YouTube kun je nog steeds vinden. Een zeer onthullende documentaire waarin getuigen aan het woord komen. En hij is dus één van de getuigen. Maar toen neem ik later geconfronteerd werd hiermee, is een agenda tevoorschijn getoverd die helemaal beperkt was met Tipix en waar volgens deze agenda Demmink in die periode helemaal niet in Turkije is geweest. Vreemd genoeg was die agenda eerst onvindbaar, toen werd verklaard dat die vernietigd zou zijn om veiligheidsredenen. En daarna werd die toch geproduceerd en kwam die alweer boven water, maar toen was hij dus helemaal veranderd de inhoud. Nou, buitengewoon verdacht, naar mijn idee is het zelfs gewoon indirect bewijs dat het inderdaad allemaal waar is. Deze jonge man heeft het verklaard. Zijn achternaam wordt niet bekendgemaakt, maar heet Mustafa. De eerste letter van achternaam is een Griekse I. En in deze video kun je hem internet ook wel vinden. Via bijvoorbeeld deze site, BS Foundation. Staat voor Bakkerschut Stichting, de Stichting Bakkerschut. Ja, BS staat in het Engels ook wel voor iets anders, maar in dit geval dus niet. Anders is het omgekeerde daarvan, zou ik willen zeggen. Hij wordt zo geëmotioneerd van deze foto dat hij hem dwars de midden schuurt. En je ziet ook aan de emotie die daarna in dat gesprek uit voorkomt dat deze man of een buitengewoon goede acteur is, of dat dit allemaal echt waar is. Ja, het is door deze Turkse journalist afgenomen, dit gesprek. En hij wilde weten wat er echt aan de hand is. Ja, hij was zo'n jongetje, weggelopen uit een gescheiden gezin, leeft op straat en is dus opgepakt door deze politieagent en naar Demmink gebracht. En dat gebeurde 20 juli 1996. Hij was toen 12 jaar oud. En ook hij zegt dat hij bijvoorbeeld naar een achterbank van een dienstauto is gebracht. En daar de meest verschrikkelijke dingen heeft moeten doen. En hij is nog steeds zwaar door beschadigd. Ja, zijn gezicht is onherkenbaar gemaakt, maar hier de onderkant van zijn gezicht. En dat gebeurde niet alleen met Mustafa I, hij heeft het dus verklaard, maar ook later Osman B. Hij was toen 14 toen het gebeurde. En een jongeman die Yassine heette. Er zijn dus 3 getuigen die slachtoffer zijn, die getuigen als slachtoffer zijn geweest van ontucht door Demmink. En er is een getuige van een politieagent die zegt dat hij jongetjes naar hen toe heeft gebracht in hotelkamers en in de dienstauto. En er is nog veel meer, want deze meneer, Klaas Langendoen, hij was voormalig chef van de criminele inlichtingendienst in Kennemerland. En hij heeft ook meegewerkt aan de IRT, ja, Interregionale Recherche Team. Dus het was niet zomaar de eerste de beste, het was een zeer ervaren rechercheur. En hij is op een gegeven moment zich bezig gaan houden met deze systematische ontucht van jongetjes. En hij vindt het nog steeds onbegrijpelijk dat er niets mee gedaan is. In die documentaire die ik net aan heb gehaald, Dutch Injustice, is deze man te zien. En hij verklaart hoe dat allemaal ging. Ja, hij werd onherkenbaar gemaakt. Hier zie je hem van de voorkant, maar dan in het zwart. En hier van de achterkant. En het is dus allemaal echt waar. Er is een heel groot netwerk. En daar zijn mensen tot in de top van justitie bij betrokken. En niet alleen justitie, maar nog veel en veel meer. Buitengewoon schandalig. En ook Adèle van der Plas,
advocaten. Zij was vroeger getrouwd met Pieter Herman Bakker Schuts. Ze zijn samen een advocatenkantoor begonnen in Amsterdam. Hij leeft inmiddels niet meer. Maar Adelle gaat onvermoeibaar door. Veel effect heeft tot nu toe niet gehad, moet ik zeggen. Maar goed, ik bewonder wel haar doorzettingsvermogen. En ook iemand als Oldmans, Willem Oldmans, heeft dit ook al heel erg lang aangekaart. Maar hij werd neergezet als een, ja, iemand met rancune of wat dan ook. Maar ik denk dat Oldmans echt de vinger op de pek legde. En het is buitengewoon merkwaardig dat ook met al zijn onthullingen opvallend weinig is gedaan. En het verhaal is nog groter, want er verdween bijvoorbeeld ook een arts, een kinderarts. En zij is later dood gevonden, vermoord, gewurgd. Ja, ze verdween in februari 1991. En dit is haar naam, Joyce Labruyère. En zij was werkzaam op consultatiebureaus in Arnhem. En zij kwam erachter dat er inderdaad jongens systematisch verdwenen. En zij is dat, ze is daar aangifte van gaan doen. Ja, ze diende klachten in bij het Openbaar Ministerie. Dat ze beter niet kunnen doen, want ja, ze is daarna vermoord. En iemand die ook dood is gegaan, ik weet niet of hij vermoord is, maar dat was in ieder geval de chauffeur van Aad Kosto, de vaste chauffeur van Aad Kosto. Maar hij moest ook wel eens invallen voor Demming. Robert Mostert. En ja, via hem zijn ook verhalen naar buiten gekomen. Weliswaar postuum. Ja, en toen kwam er een staatsgreep in de Nederlanden. Ja, want Nederlanden had korte metten willen maken met deze praktijken. En dan hebben we het natuurlijk over de heer Fortuyn. Pim Fortuyn. En Pim Fortuyn was een echte bedreiging voor ja, die kliek die de Nederlander wil regeren. En ja, die dus tot op het bot te maken heeft met ontucht. Ontucht met name jongetjes. En Pim Fortuyn, zelfs ook een homoseksuele man, maar volgens mij moest hij niet zoveel hebben van pedofielen. Hoe dan ook, hij is uit de weg geruimd. Ja, op 15 mei waren de verkiezingen en op 6 mei is hij vermoord. Niet door Volker van der Graaf, dat heb ik nu al vaak genoeg uitgelegd, maar door Abu Fatah, een Libanese huurmoordenaar. Allemaal opgeschreven door Ine Veen in het boek Moord namens de Kroon. Nog wel met een vraagtekentje erachter, maar volgens mij kan dat vraagtekentje er wel af. En het boek verscheen in 2007, mei 2007. Nou, direct nadat Pim was vermoord, zag je dat er een staatsgreep kwam in Nederland, want wie werd er naar de baas? Inderdaad, Jan-Peter Balkenende. En wie was op de achtergrond de baas? Inderdaad, Piet Hein Donner. Hij was de formateur van het eerste kabinet Balkenende. En hij werd daarna aangesteld als minister van Justitie. En zo'n beetje het eerste wat hij deed, nou laat ik niet overdrijven, maar een van de eerste dingen die hij deed was het aanstellen van Demmink als secretaris-generaal. We hebben het over deze Piet Hein Donner, die later sprak over dat er geen rook zou zijn. Nou, heb je niet echt goed opgelet, Piet Hein? CDA-man, de CDA pleegde een coup. Toen kreeg je dat verhaal wat gelijktijdig verscheen in de Panorama en in de Gaykrant. Ja, dat verhaal was onderzocht door Henk Krol en Fred de Brouwer. En dat sloeg in als een bom. Weliswaar werd Demmink niet met naam genoemd, maar iedereen had door dat het om Joris Demmink ging. Ja, de hoogste man, hoogste ambtenaar bij justitie. Ja, er wordt nog topambtenaar genoemd en een andere naam werd gebruikt, maar iedereen prikte er dwars doorheen. Dus Demmink voelde zich zwaar in zijn hemd gezet, geëxposed in het Engels. En het werd gekoppeld aan het verhaal van Frans Sporen, want ja, hij was op non-actief gezet, of zelfs ontslagen geloof ik, ik weet het detail niet meer precies, maar van hem was bekend dat hij regelmatig naar het Anne Frank plantsoen in Eindhoven ging. En daar seks had met mannen of met jongetjes. Want er was namelijk een homobaan. En daar gingen heel veel homo-mannen naartoe om aan hun trekker te komen. En dat deed ook Demmink. En die gebruikte er voor de dienstauto. En die jongetjes werden uitgenodigd, of jonge mannen werden uitgenodigd om op de achterbank plaats te nemen. En ja, de rest kun je natuurlijk zelf invullen. Nou, wat zei Donner toen? Ik heb al aangehaald in het begin van deze aflevering. Er was geen sprake van roken, laat staan vuur. Mm-hmm.
Hij was toen al 20 jaar lang in brand bij justitie. En die werd alleen maar erger sinds Demmerker is gekomen. In 1982. Iemand die daar heel veel details over heeft verteld was Hildebrand Nawijn. En hij was werkzaam bij justitie en werd later, in die tijd geïnterviewd, was hij minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Er was toen een apart ministerie voor opgericht en niet langer onderdeel van justitie. Ja, hij was lid van de lijst Pim Fortuyn. Dat is wat er over is gebleven nadat Pim was vermoord. Die partij, het was één grote ruzie en puinhoop. Dus binnen de kortste keren hebben ze ook het kabinet ontbonden. En er zijn een nieuwe verkiezing uitgeschreven om van die erfenis Fortuyn af te komen. Nou, dat is ook gelukt, want bijna niemand heeft het er tegenwoordig nog over. Maar Fortuyn hadden dus echt anders kunnen laten verlopen in de Nederlanden, als wij er met elkaar niet waren ingetrapt. Ja, hier zie je Nawijn, foto's niet heel scherp. Hier zie je Donner. Dat zijn de jongens die dit rariteitenkabinet hebben bemensd. Met Henk Krol is het daarna vrij goed gegaan. Hij werd lijsttrekker van 50PLUS en op 12 september 2012, ja, die woensdagavond, kon hij het glas heffen, want hij had 2 kamerzetels behaald. Die wordt nog 3 vermeld, maar het zijn er uiteindelijk 2 geworden. En dat is toch veel, van 0 naar 2, dat is een behoorlijke overwinning, zou je kunnen zeggen. Hij heeft het beter gedaan dan ik, want ik was in dat jaar lijsttrekker van de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland, SOPN. En wij zijn blijven steken op ongeveer 1/5 kamerzetel. Dus ik heb het niet gered, zeg maar. Maar hij heeft het wel gered. En hij heeft 2 zetels bemachtigd. Ik heb hem meegemaakt van dichtbij. En hij kwam op mij helemaal niet geïnspireerd of enthousiast over. Het lijkt bijna alsof hij dit moest doen. En terwijl ik naar mijn idee echt mijn stinkende beurt deed om mensen te overtuigen dat het anders kon. Hoe dan ook, ik heb altijd een raar gevoel overgehouden aan zijn rol in die tijd. Ik had het gevoel dat hij het allemaal een beetje erbij deed, maar dat het voor hem één groot toneelspel was. En daarna is hij pootje gelicht. Ja, hij heeft er ongeveer een jaar kunnen zitten in die Tweede Kamer. En toen is een affaire opgedicht, waarin hij te weinig geld had betaald, te weinig afdracht voor pensioenpremies. En toen heeft hij gezegd, heel emotioneel, mijn strijd is gestreden, mijn vijanden hebben gewonnen. Wie zijn de vijanden van Krol? Ik heb dat eigenlijk nooit scherp kunnen krijgen. Maar ik heb toch wel een bepaald gevoel uit welke hoek we dan moeten denken. En dan zitten we natuurlijk richting justitie te denken. Nou is op een gegeven moment een enorme anti-debbing lobby ontstaan. En dat is allemaal gefinancierd door deze meneer Jan Poot. Hij plaatste paginagrote advertenties om zijn tegenstanders zwart te maken of om zijn zin door te drukken. Om nog op te proberen de publieke opinie mee te krijgen. Hij heeft er miljoenen euro's in geïnvesteerd. Dat is echt heel veel geld. En op een gegeven moment heeft hij zijn bedrijf, Shipshol, overgedragen aan zijn zoon, Peter Poot. Hier zie je foto's van beide heren. Ze hadden al heel veel geld verdiend, die familie Poot, met eurowoningen. En hoe ze dat precies gedaan, weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat hun praktijk heel eenvoudig is. Iedereen die een mogelijke bedreiging vormt, daar maak je een zwartboek van. En op het moment dat het nodig is, gebruik je de gegevens uit dat zwartboek om diegene hetzij te chanteren of buitenspel te zetten. Door bijvoorbeeld een stuk te laten verschijnen door een journalist. Dat is hun strategie. Het is gewoon een hele kwalijke strategie naar mijn idee. Tactiek. Ja, want Poot is allemaal boeken gaan schrijven. Of hij allemaal zelf geschreven heeft, weet ik niet. Maar zijn naam is in ieder geval opgeschreven. Als acteur. Grondoorlog. Want ja, ze hebben heel veel grond gekocht rond Schiphol. In het idee om daar een soort Silicon Valley te starten. Maar ze zijn dan zogenaamd tegengewerkt door ambtenaren. Mochten hun plannen niet doorgetrokken worden. En kortom. Gingen ze met modder gooien. Final Call, nog een boek daarover. Doodzonde tegen de rechtsstaat. Ja, allemaal zwartboeken tegen rechters die allemaal niet deugen volgens Poot en consorten. En dan Schiphol Case. Gaat dus allemaal over
het niet van de grond kunnen krijgen van Schiphol. Tussen 2007 en 2012 heeft hij maar liefst 88 pagina grote dagbladadvertenties geplaatst. Dus een volledige pagina uit zo'n grote krant. We hebben het over de Volkskrant, NRC, nou, ik weet niet alle namen, maar in ieder geval dat soort kranten. En dan een hele pagina. Nou, dat heeft redelijk wat centjes gekost, dat kan ik rustig vertellen. Dus daar is blijkbaar geen gebrek aan en hij wil zijn strijd hoe dan ook winnen. Een van zijn tegenstanders was bijvoorbeeld deze rechter, Hans Westenberg. En hij was coördinerend vicepresident in Den Haag. En het is hem gelukt, poot is het gelukt om hem weg te krijgen, want in 2009 moest hij vertrekken omdat hij telefonisch contact zou hebben gehad met de advocaten in de Schiphol-zaak. Ja, daarmee kwam hij in opspraak en moest hij weg. In 2004, dus 5 jaar eerder, verscheen dit boek van Micha Kat, Topadvocatuur. En daarin werd ook al met modder gegooid. En ik heb het sterke vermoeden dat Kat de beschikking heeft gekregen over een zwart boek, of misschien meerdere zwart boeken, verzameld door die familie Poots, en dat hij op basis daarvan dit boek heeft samengesteld. Want Kat, zo weet ik nu, is een beroepszwartmaker. Hij doet alsof hij journalist is, maar dat is hij absoluut niet. Is hij wel geweest, en hij kon in die tijd ook redelijk goed schrijven. Tegenwoordig vind ik er heel weinig meer aan, want het is alleen maar een modder gooien wat hij doet. Ja, vlugschriften produceren. Hij zou het best kunnen, en hij heeft ook een aantal boeken geschreven, waaronder deze. Maar hij is dus, wordt ingehuurd om mensen zwart te maken, daar krijgt hij voor betaald. En hij vindt het niet erg als hij af en toe een keer wordt opgepakt, want dat is alleen maar gunstig voor zijn populariteit. Zo ziet hij dat. Onderdeel van zijn job. Peter Poot, die zoon dus, die kreeg een bericht van Fred de Brouwer, een e-mailbericht in de zaak D. Nou, de D staat natuurlijk voor Demming. Ja, een stukje gelezen in De V. Nou, dat gaat de Volkskrant natuurlijk. En hij probeert hem te waarschuwen. Nou, dat is misschien aan dovemans oren gericht, want het is niet, familie Poot heeft het daar niet bij gelaten, het is gewoon doorgegaan. En Fred de Brouwer, ja, die heeft het met de dood moeten bekopen, want die is daarna overleden. Ja, dit is in 2014 verstuurd. Wanneer is hij, even hier naartoe teruggegaan, hoor. Sorry. Ja, is kort daarop, 14 maart, overleden. En deze e-mail is een maandje eerder verstuurd. Dus blijkbaar was het niet zo slim geweest, is het niet slim geweest van Fred om dit naar meneer Poot te sturen. Ja, en een kopie aan Robert Rubenstein. Dat was de voorzitter van de Stichting Roest van Spijker, zal ik zo over hebben. Ik vind het verdacht. De Brouwer zich hierin mengt en een maand later is hij dood. Ja, hij noemt het zelfs al, hè, ongeluk of tragische omstandigheden. Nou, dat is bij hem gebeurd. Hij is aangereden door een witte auto, terwijl hij op een scooter reed. En het duurde heel lang voordat er hulp kwam. En is uiteindelijk overleden. Althans, dat is het verhaal naar buiten gebracht. Nou, toen verscheen dit artikel in het AD. Justitiebaas had contact met pooien van jongens. Met een foto van Demming erbij. Artikel is geschreven door Koen Voskuil. En het verscheen op 6 oktober 2012. En dit was de reden voor Demming om een bodemprocedure tegen het AD te starten. Ja, al vele jaren lang verschenen er tal van berichten over hem. Maar vreemd genoeg reageerde hij nergens op, behalve toen dit in het AD verscheen. En toen startte hij een bodemprocedure. Nou, wat is een bodemprocedure? Een procedure waarin je gedwongen werd al je getuigen, al je informatie boven tafel te brengen, te tonen. Dus het was een hele slimme zet van Demming om dat te doen. En hij was degene dus die dat proces startte tegen het AD. En wat ik nog steeds niet goed begrijp is dat de roestige Spijker zich hierin heeft kunnen mengen. Als een partij die volgens het AD ging helpen. Waarom moest het AD geholpen worden? Snap ik niet. Ja, en ook de roestige Spijker ging allerlei getuigen naar voren brengen. Buitengewoon merkwaardige zaak. Ja, ik vertrouw die roestige Spijker namelijk voor geen sikkerpit. En het zijn ook niet zomaar jongens die van straat zijn geplukt. Ja, die Robert Rubenstein,
de USA. Hij was de founder en de CEO, dus de hoogste baas van Triple Bottom Line Investing. Was een jongen die met heel veel geld omging. Ja, heel veel geld van anderen investeerde. Dus blijkbaar wilde Deming, of wilde Jan Poos, de miljoenen die hij had geïnvesteerd, wilde hij daar rendement over gaan halen en heeft hij Rubenstein ingehuurd. Dat is een puur financiële kwestie. En ook die Jack Abramoff, die ook bij die stichting betrokken was, zoals de Rubenstein voorzitter was en hij secretaris, maar dat weet ik niet helemaal precies meer. Hij was een bekende lobbyist, maar hij was ook betrokken bij tenminste 3 schandalen. Er zijn allemaal redenen waarom deze jongens uit de USA zijn overgehaald naar Amsterdam en omstreken om de familie Poos te gaan helpen vanuit die stichting Verwoeste Verspijker. Advocaat van die stichting was Matthijs Kaaks. Speelde ook een merkwaardige rol in het geheel. Hoe dan ook, het heeft geen effect gehad. Al wil zeggen, Deming heeft niet gewonnen. Er is dus geen rectificatie afgedwongen in het AD. Maar de getuigen die er nog waren, die zijn voor Deming dus allemaal in beeld gekomen. En blijkbaar was dat misschien ook precies de reden. Dat was misschien een soort waarschuwing aan degene die nog van plan zijn om hem tracht de pootje te lichten, dat ze dat beter niet kunnen doen. En de roestige spijker heeft volgens mij alleen maar negatief bijgedragen aan dit verhaal. Dit boek verscheen al eerder, in 2010. Ja, de naam van Jan Poot is er opgeschreven als auteur, de Deming Doofpot. Ik heb het gelezen, ik heb het in mijn bezit, dit boek. Maar degene die het heeft samengesteld, ja, auteur vind ik een groot woord, is weer diezelfde Micha Kat. Ja, eigenlijk heeft hij het gewoon geknipt en geplakt. En er een soort dossier van gemaakt. Het is, ik vond het een zeer zwart boek, moet ik eerlijk zeggen. Hoe dan ook, ik denk bijvoorbeeld dat ik meer research heb gedaan voor deze video dan dat Kat heeft gedaan voor het maken van dat boek. Hoe dan ook, het boek telt 344 bladzijden en Poot schreef alleen maar het voorwoord en het nawoord. En de rest is er dus tussenin geknipt en geplakt door Kat. En mede vanwege dat boek heeft hij de Frontier Award gekregen in 2010. Ja, en ik blijf dat buitengewoon kwalijk vinden. En ik heb ook Frontier al meerdere malen gezocht om dat ongedaan te maken. Want deze man is een oplichter. Deze man doet zich anders voor dan wat hij is. Hij wil alleen maar geld. Het gaat hem helemaal niet om recht en onrecht en dat soort dingen. Hij is een acteur. Hij speelt zijn rol omdat hij geld wil. Hij wil gewoon een lekker leven. Het werd ook duidelijk dat Schiphol verloren heeft. Heeft gegokt en verloren. Zo werd het gebracht in het NRC. Het artikel wat geschreven door Tom Kreling en Jan Meeuwse. Het verscheen in 2014, 8 november. Ja, hier kun je de URL nog vinden. Staat nog steeds online, dit artikel. En daar zie je onder andere in dat Micha Kat 2.500 euro per maand ving om stampij te maken over het pedofiele netwerk en babymoordenaars. Ik zeg niet dat er geen pedofiele netwerk is, want dat is er absoluut wel. Maar de rol die Kat speelt is de rol van katvanger of van bliksemafleider. Ja, door verhalen ze op te blazen, nemen de neutrale kijkers en luisteraars en lezers nemen het niet meer serieus. Die denken dat het een onzinverhaal is, omdat het zo enorm wordt opgeblazen en met zoveel bombardie wordt gebracht. Ja, met schuttingwoorden en al. Kortom, dit haalt juist de angel eruit, waardoor dit netwerk buiten beeld blijft. Ja, hij is een soort bliksemafleider. En daar kreeg hij iets voor betaald. En ja, ik noem op mijn website andere bedragen, zelfs nog meer. 3.000 euro, zelfs 4.000 euro. Dat heeft te maken met de financiële constructie. Hij kreeg namelijk een vast bedrag, en dat was waarschijnlijk dit bedrag. En daarnaast kon hij meer verdienen, zeg maar variabel inkomen, afhankelijk van de populariteit van de artikels die hij plaatste en de filmpjes. Dus hij kon er bovenop nog een soort bonus verdienen. Ja, en dan kon het oplopen tot misschien wel 4.000 euro, wie weet. Hoe dan ook, hij verdiende er flink aan en kon hier makkelijk van rondkomen. Hij leefde een groot deel in het buitenland, maar had daarnaast nog een luxe appartement in Schiedam. Ja, allemaal YouTube wel te vinden. En ondertussen bleef hij via zijn website bedelen om donaties, omdat hij het allemaal zo moeilijk had. Oplichting. Hier zie je Kat, keihard werkend, aan weer een volgend artikel. Ja, wat hij doet is gewoon iedere dag een paar vlugschriftjes passen. Met hoofdletters typt hij daar allerlei dingen in.
doet er een linkje bij en klaar is Kees. En zo houdt hij de boel een beetje gaande. Iedere dag een paar vlugschriftjes en dat is zijn werk. Knippen en plakken. Hij doet zelf helemaal geen onderzoek. Hij checkt helemaal niks. Het enige wat hij doet is knippen en plakken en op publiceren drukken. En het grootste gedeelte van de dag luiert hij. Ja? Dat hij iedere dag in zo'n strandstoel ligt, maar dit is wel ongeveer zijn dagindeling. En natuurlijk blijven smeken om donatie, want hij heeft dat zo moeilijk. In 2013 hield hij een zogenaamde nieuwjaarstoespraak voor al zijn trouwe volgelingen. Maar een aantal vonden zoals verdacht dat er een geitenkop aan de muur hing. En daar was toen redelijk wat ophef over. Vervolgens heeft hij een andere geitenkop. Ja, want volgens mij is het niet dezelfde als je even kijkt naar de bovenkant. Heeft hij een andere geitenkop symbolisch in de gracht geflikkerd. Ja, maar ik durf te stellen dat hij daar nog steeds hangt. En er zou ook een portret van Beatrix hangen. Ik heb dat filmpje niet meer kunnen vinden. Maar ik heb wel een afbeelding gezien met een soort kroontje achter zijn hoofd. Dus het is volgens mij volkomen duidelijk voor welke club hij echt werkzaam is. En dan deze meneer, Marcel van Vloesen. Hij heeft in 1989 de werkgroep Morkhoven opgericht, omdat hij in de Pasië heeft gewerkt in het begin van zijn loopbaan. Maar wat is er nu waar van wat alles deze meneer beweert? Iedereen die met het ontuchtnetwerk te maken krijgt, zeker in Vlaanderen, gaat naar hem toe en laat de bewijzen zien. Maar hij beweert onder andere dat hij een video heeft van die Apollo-boot waarin door hooggeplaatsten ontucht wordt gepleegd met jongetjes. En hij roept al heel erg lang dat hij die video openbaar gaat maken, maar dat heeft hij niet gedaan. Ja, dat had bijvoorbeeld kunnen helpen in de zaak tegen Demming. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij roept nog steeds dat die video binnenkort openbaar gemaakt wordt. Maar helemaal niemand, behalve hij, heeft die video ooit gezien. Dus mijn vraag is, bestaat die video wel? Of is dit een fantasieverhaal van deze Marcel van Vloesen? Er is namelijk onvoorstelbaar veel desinformatie rond dit pedofiele netwerk en rond die hooggeplaatste mensen. En dat is volgens mij opzettelijk in het leven geroepen om deze mensen te beschermen. Dat is controlled opposition. Ja, dat er dingen zijn gebeurd op die boot, dat lijkt me volkomen duidelijk. Daar twijfel ik niet aan. Maar waar ik wel aan twijfel, is dat hij daar een video van heeft. Nou, de afscheid van Demming was natuurlijk een groot succes. Allemaal mensen die daar kwamen, topmensen bij justitie. Ja, een aantal ministers die daar ministerie hebben geleid. Opstelten, Teven, Kortos Arters, Donner natuurlijk, Gies Balin, zorgdrager. En natuurlijk zijn advocaat, Harro Knijf. Allemaal kwamen ze opdragen. Maar ook mensen als Wiegel, Nijpels, Lubbers. En ook wat ik heel opvallend vind, is Hilbrand Nawijn. Die heeft dus allerlei dingen verklaard. En vervolgens mag hij dan toch aanwezig zijn bij de afscheid. Afscheid van Demming in de Ridderzaal op 31 oktober 2012. 10 jaar lang was hij de hoogste ambtenaar bij justitie. Terwijl aan alle kanten duidelijk was dat hij ontucht pleegde met jongetjes. Buitengewoon merkwaardig dat dat kan in een land als Nederlanden. Ik denk dus, dat is mijn conclusie, dat Demming helemaal niet aan de top stond van die justitie-doodpot. Het was nog hoger dan hem. En dan heb ik het niet over de ministers, maar boven de ministers. Want de ministers zijn gewoon lakeien van het kabinet der koning of koningin. En het gaat dus op dat niveau. Dat is mijn conclusie. En in mijn eerdere video heb ik daar ook al het een en ander over gezegd. Anders kan ik me namelijk niet voorstellen dat iemand daar kan blijven zitten. Er zijn wel meer topambtenaren ontslagen. Maar Demming is altijd de hand boven het hoofd gehouden. En dat moet een reden hebben. Dat kan niet anders. Of hij chanteert het zogenaamd Koninklijk Huis. Of hij hoort er net zo bij als dat zij erbij doen. Dat is hetzelfde clubje. Ja, ik heb bijvoorbeeld in deze video, die je op YouTube kunt vinden, op mijn kanaal bijvoorbeeld, moord aan Marianne Vaatstra, heb ik aangegeven dat Johan Friso aanwezig was bij de moord op Marianne Vaatstra. En dat is misschien een conclusie die voor veel mensen te ver gaat, maar de appel valt niet ver van de boom. En wat zijn vader deed, dat deed Johan Friso dus ook. Ook een homoseksuele pedofiel.
Alleen dit was geen jongetje, dit was een meisje. Dus het verhaal is wat ingewikkelder dan ik nu even kort aangeef. Maar hoe dan ook, dit is volgens mij wat er gebeurd is. Tot in dat zogenaamde koningshuis is de betrokkenheid bij deze moord. En daarom moesten de mensen die direct bij betrokken waren heel snel weggemolken worden. En dat is ook gebeurd. Er is dus een enorme beerput aan de gang. En ik noem het de koninklijke beerput van de Nederlanden. Ja, al die details heb ik nog niet in deze aflevering weergegeven. Hier gaat het met name over de buitenechtelijke kinderen van Hendrik. En de buitenechtelijke affaires van Bernhard. En meer van dat soort dingen komt allemaal hier aan de orde. Ja, dat Beatrice niet de oudste dochter was van Juliana. En Juliana was een kind kreeg van haar adoptievader. Nou goed, al dat soort dingen worden hier uitgelegd. En hier in deze video wordt uitgelegd dat deze familie helemaal niet van Oranje is en zelfs niet van Nassau. Het zijn bedriegers, het zijn imposters en misschien gaan we nog wel veel verder dan dat. Ja, diefstal van belastinggeld, want ze krijgen behoorlijk wat centjes. Via de belastingdienst komt er allemaal op een rekening. En mijn vraag is dat eigenlijk wel terecht? Nou, ik heb het ook al beantwoord door hem zo te stellen. Ik vind van niet. En ik vind dat we heel snel deze monarchie moeten gaan afschaffen. En misschien zijn we dan ook van een nog veel groter probleem. Vind je dat ik goed werk doe? Verbind je dan met mij. Op welke manier dan ook. Ja, je kunt je abonneren op mijn YouTube kanaal. Zie je hier. Ik heb ook een Engelstalig YouTube kanaal. Kun je ook wel vinden. Kun je ook op abonneren. Sinds kort is er een Twitter-account waarin mijn werk onder aandacht wordt gebracht. Nou, zit je op Twitter, ga me dan volgen. Ik doe dit niet zelf op Facebook. Er zijn andere mensen die dat voor me doen. Maar je kunt je wel verbinden met mijn werk door dit te liken. En dan kun je daar berichtjes lezen. En natuurlijk mijn website, pateo.nl. Meertalige website. En in Engels heb ik ook nog holyscience.org. Goed, dat is deze aflevering. Dankjewel voor het kijken. Namaste.